Kom, we gaan een, uh... ja. een koelkast in je wijk waar je eten in kunt zetten dat je over hebt, wat buurtgenoten vervolgens kunnen ophalen. Dat is het idee van de sociale koelkast. De koelkast is een initiatief van stadje Geert de Jong, die het idee in 2016 inbracht op het stadhuis tijdens een open raad. Afgelopen donderdag werd de koelkast geplaatst in het gebouw van E-Dans aan de Van Olde Barneveldlaan in de hoogte. Eigenlijk was ik al heel lang bezig met voedselverspilling. Uh, dat vind ik heel stom dat we allemaal eten weggooien. Ik doe het zelf ook wel: dat ik iets koop en dan vind ik het eigenlijk helemaal niet lekker. Of ik koop gewoon veel te veel. En uh, je bent in de supermarkt je hebt trek en je koopt van alles. En dan uh, blijft het allemaal over. Een tweede reden waren de beelden van lege schappen bij de voedselbank. Waardoor Geerte besloot het idee te lanceren. Tijdens de presentatie in de operaad was raadslid Jan-Pieter Loopstra van de Partij van de Arbeid direct enthousiast. Ja, ik was erin verkocht, want uh, het doet mij denken aan de nobelplicht uh, die hier uh, vroeger altijd in dit soort wijken uh, 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 al, al was. Uh, en uh, dat komt een beetje terug bij het idee, met het idee van, uh, van de sociale koelkast. De werkwijze van de sociale koelkast is simpel. Het is echt voor iedereen, dus je hoeft je ook niet aan te melden. Je hoeft ook niet uh, heel arm te zijn om eten te kunnen ophalen. Als jij daar behoefte aan hebt, dan mag je het ophalen. Gaat gewoon op basis van vertrouwen. Nou, als je eten over hebt, geldt hetzelfde. Als je het over hebt en je gooit het liever niet in de prullenbak, dan uh, kun je het in de koelkast zetten. Maar doe dat wel met eten wat gewoon nog goed is, wat lekker is, wat uh, hygiënisch verpakt is, dichte verpakkingen of gewoon goed gelabeld wat het is. Een idee met steun van de politiek, een idee moet dan gerealiseerd worden. In hoeverre hebben jullie daar als politieke partij aan bijgedragen? Nou, we hebben uh, een paar keer met Geertje gepraat. We hebben haar op wat mogelijkheden gewezen. Op alle hebben we ook uh, een klein budget beschikbaar kunnen stellen. Uh, en wij hopen dat we haar wat gestimuleerd hebben om door te gaan. Want het was niet makkelijk. Het was niet zo dat zij het direct binnen een paar weken kon realiseren. Ze heeft er uh, erg uh, haar best voor moeten doen. En daarom is het mooi dat, uh, dat het nu in 2018, begin 2018, gerealiseerd is. Het project wordt ondersteund door de Rijksuniversiteit in het Alpha College. Geerte hoopt ondertussen dat het project nog veel groter wordt. Het liefst wil ik gewoon de hele stad vol met koelkasten. Geen honderden, maar misschien uh, tien of twintig. Uh, want ja, de hoogte is niet voor iedereen heel dichtbij. Dus als er op meerdere plekken in de stad koelkasten komen staan, zou ik dat heel leuk vinden. En mensen kunnen dat ook zelf doen. Dus als je zelf een koelkast wilt neerzetten, dan uh, voel je zeker vrij om het idee uh, over te nemen. Loopstra geeft aan dat de operaat als een groot succes mag worden gezien. En dat daarom later dit jaar een derde editie gehouden gaat worden.